Vorige week was er een informatieavond over het onderzoek naar de overlast van vrachtverkeer dat de gemeente deed en de aanpak die de gemeente voor ogen staat voor de havendijk. De bewoners zijn teleurgesteld. Dit is dus 60 dB. En zo worden wij 's morgens wakker gemaakt. De vrachtwagens komen, niets aan te doen. Mogen we inspraak? Nee. Mogen we vragen stellen? Nee. We krijgen een mededeling. Dat is nogal een teleurstellende informatieavond geweest dus. Ja, we zagen ook direct nadat Marcel Keuren zijn praatje afgerond had, de helft van de mensen vertrekken. Toen had je nog de mogelijkheid om in kleine gespreksgroepjes bijvoorbeeld het over het geluid te hebben, over het verkeer, over het parkeren. Een rapport dat dus gemiddeld hier een dB-waarde hebben van 62%. En 62 dB, dat is net zo hard als wij nu aan het praten zijn. Dus al die vrachtwagens die voorbij komen en die motoren, die zijn volgens die gegevens van dat onafhankelijke bureau dus even hard als wij nu staan te praten. Dus eigenlijk is er niks aan de hand? Er is niets aan de hand. En er waren dus 53 mensen op die voorlichtingsavond. En toen heb ik gezegd, degene die dat vindt, wie dat ook vindt, laat die zijn hand opsteken. Nou, er was dus niemand die zijn hand opstak. Zelfs niet de gemeenteambtenaar. Dus... Er was nogal een discrepantie met metingen die u zelf heeft gedaan. Ja, er zat 15% verschil in. En als je nou weet dat, een heleboel mensen weten dat niet, bijvoorbeeld 63 dB, dat lijkt maar 3 streepjes harder als 60 dB, maar dat is 2 keer zo hard als 60 dB. En als ik bijvoorbeeld hier sta te meten met een aantal getuigen erbij en ik kom aan waarde van 84 dB, en vervolgens komt er een onafhankelijk bureau namens de gemeente ingesteld. Wie gaat zeggen dat het hier 62 dB is? Als je een kilo suiker op 10 verschillende weegschalen legt, dan kan dat misschien een halve gram afwijken, maar het blijft een kilo suiker. Een geëikte dB-meter meet exact hetzelfde. Dus als die gegevens niet kloppen, heeft er iemand gesjoemeld. De gemeente is gaan tellen en dan zeggen ze 80 vrachtwagens per dag. Nou, ik ga tellen met getuigen. En dan kom ik aan 43 vrachtwagens in een uur. Komen er dan 37 vrachtwagens in de rest van die dag? Het is mij een raadsel. Wat de gemeente nu wil doen, dat is de weg nog een meter breder maken. Zodat we dus nog meer snelheid kunnen krijgen. Dan willen ze zeggen, ja, 50 kilometer zone. Maar wie gaat dat controleren? We krijgen dan een middenberm. Dat nodigt ook al uit, voor een beetje rijksweggevoel. En dan alle parkeerplekken die hier langs de weg staan, 40 stuks... Die zouden weggaan en dan gaat de gemeente dus zorgen dat we dus in de omliggende omgeving die parkeerplekken terugkrijgen. Bijvoorbeeld aan, bij de jachthaven. Nou, wij hebben hier een aantal flats waar bewoners van boven de 70 jaar wonen. Je moet er toch niet aan denken dat die mensen dus, wie slechte been zijn van de jachthaven, hierheen moeten komen om de auto op te gaan halen. Het is ronduit. En geen van onze wensen is, we zouden inspraak hebben. Ja, er komt weer een 60 dB langs, jongens. Net zo hard als wij staan te praten, maar we kunnen elkaar niet verstaan. En wij praten in 60 dB. Een beter bewijs kan ik eigenlijk niet geven. Er moet toch een mogelijkheid zijn dat de gemeente naar onze wensen een stukje tegemoet komt. En niet juist hetgene waar we zo blij mee zijn afnemen. Het is... Ik moet helaas stellen dat de gemeente Schiedam een heel onbetrouwbare... gesprekspartners. Dingen die beloofd zijn, die worden gewoon niet waargemaakt. Integendeel eigenlijk.